Deze beschouwing, die gaat over vrouwen. En dan vrouwen in het algemeen. Ik moet nog even een leuke titel verzinnen. Maar die, die schiet me straks wel te binnen. Een soort pakkende titel waar mensen op gaan klikken. als ze denken, hmm, wat een pakkende titel. Ik hoop dat hier vrouwen naar luisteren. Ik heb al twee of drie uitzendingen gemaakt over vrouwen, waarbij ik inga op het begrip collegialiteit. En dat ik dat bij vrouwen op het werk heb gemist. En heb ik ook nog een uitzending gemaakt over collegialiteit van vrouwen buiten het werk om. En daar heb ik het ook gemist. Met andere woorden, mijn, mijn omgang met vrouwen, daar heb ik de bijl in gezet. Ik zoek ze niet meer op. Met uitzondering van één vrouw. Die stuur ik af en toe een, een, een berichtje over Skype of in de mail. Ik heb ook haar mailadres. Dat is Mira. Met Mira heb ik een aantal uitzendingen gemaakt. Door de jaren heen best een aardig wat hoor. Dat is leuk. Dat is, uh... Ze heeft een hele mooie radiostem. Hij <laughs> heeft een mooie stem, moet je zeggen. Maar dat valt op als je ja, over de radio is dan, hè? internet is dat dan. Dan valt het echt op. Dat is de enige. Terwijl ik er een hele hoop ken. Hè. Maar stuk voor stuk is dat, uh, is het ook weer, mene mene tekel, nou zoek ik hem toch even op, ik vergeet niet, dat is armezen, mene mene tekel. Mene, oh ja, mene mene tekel, e Geteld, gewogen en te licht bevonden. Bizarre. En er zijn er ook mannen hoor, waarvan ik denk ja, jullie zijn niet collegiaal. Ja. Dat klopt. Maar daar is het niet zo bizar bij. Dat... Ja. Er zijn oncollegiale mannen in mijn leven geweest. En ja, daar ga ik ook niet meer mee om. Maar er zijn voldoende mannen overgebleven. Die, ja, die vind ik prima. Niet dat ik die iedere dag bel, maar... Als het dan eens zover is. De, de mensen van mijn band bijvoorbeeld. Nou, Gert is een overleden. Maar... maar René en Wout, die ga ik binnenkort weer even bellen. Even overleggen. En dan gaan we misschien weer wat doen. Maar vrouwen, oh, 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 oh. Daar is toch iets ernstigs mis hoor. In die vorige uitzendingen over collegialiteit van vrouwen op het werk, daarin sta ik stil bij het feit dat er jaren terug, dat is al lang geleden, 25 jaar geleden zeg maar, Toen had ik een vriendin en die werkte als secretaresse. Afdelingssecretaresse. Dat was best leuk werk. En dan zei ze tegen mij op een dag, toen kwam ze helemaal opgeladen terug van haar werk. Nou, 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 nou. Hij zei, nou, ik moet samenwerken. Nou, dat doe ik toch liever met mannen dan met vrouwen? Nou ja, daar is eigenlijk alles mee samengevat. Want dat kan ik ook zeggen. Er is nog één andere vrouw waarvan ik denk van ja, die zou ik nog eens moeten sms'en of moeten bellen. Als ze zin heeft om nog een keertje naar Arnhem te komen. Dan gaan we weer wat doen. Dan is er misschien een tweede. Maar, maar met Mira. Zo. En dan doen wij wat over internet. Dat is allemaal lekker simpel. De laatste keer dat ik haar sprak, zei ze: Nou, en dan kom ik toch een keertje even naar Arnhem toe. En dan ga ik bij jou een kopje koffie drinken. Nou, ik heb geen koffie in huis. Maar dat lossen we dan wel op. Dus noods gaan we even naar buiten. trakteer ik haar op een terrasje. Je hebt leuke terrasjes hier vlakbij. Of ik troon haar mee naar een van mijn stamkroegen. Om die jongens een beetje jaloers te maken. Van, wat komt Perina nou weer aan die vrouw? <laughs> Ga ik toch nog een keer naar de kroeg? Ja, waarom niet? Dan drink ik een colaatje of zo. Of een kopje thee. Ik ben helemaal gestopt met alcohol drinken, en roken en alles. En als je mij dan nou vraagt: wat is nou het, het punt tussen jou en vrouwen? Waarom mag je ze nou niet? Nou, omdat vrouwen elkaar ook helemaal niet mogen. Het is, het is helemaal niks bijzonders hoor. Maar vrouwen onderling, dat is haat en nijd. En dat uiten ze naar mannen toe ook. Ja. Dan neem dan de omgang tussen mij en Wim Kruidentuin. Dat is altijd gezellig en leuk. Ja. De laatste keer dat Wim bij mij was om te eten. Dan stond de kachel niet aan. Ja, die heb ik dus niet aan in mijn woning. En Wim zei: Wat is het koud hier? En toen werd hij een beetje zagrijnig. En toen was het eten naar hem, ja, was voor hem niet lekker. Dan, nou, dat was ook geen topper. Dus toen hebben we al het bier maar opgedronken en toen zijn we naar de koe gegaan. En het eerste rondje dat was voor mij. En nou, toen was het ergste leed weer geleden. Ja, dat kan je hebben dan. Hè? Maar voor de rest, geen haat en nijd en geen kutopmerkingen. Dan ben jij maar. af. Zo gaan mannen met me om, Dat is veel leuker, veel relaxter. Ja, doe maar dat maar hoor. Ik heb hier nog een tijdje een vrouw in huis gehad. En die was op straat komen te staan met haar kind. En in eerste, in eerste instantie dacht ik van... Oh, wat erg en wat lullig voor je kind. En, nou, dat kan toch niet. En, uh, ze had allemaal wilde plannen. Ze zou naar Spanje gaan verkassen. En weet ik wel wat... En ze zocht een onderkomen voor, uh, ja, voor een maand of twee maanden. Ik zei, nou kom maar op. De kamer van mijn dochter die stond leeg. Nou, kan, kan je die kamer hebben hoor? Een drama, jongen. Oh, 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 oh. Dat is echt extreem vervelend. En dan vertelde ik dat hele verhaal met hoe vervelend dat afgelopen was. En mijn tante Irene, en mijn tante Irene die zei droogjes... Ach, dat is gewoon zo'n hysterische vrouw, die doen altijd zo. denk ik, ja. Heb je dat ook, hysterische mannen? Als man zou je dat nooit geflikt hebben, hoor. Zij kregen hier een kamer, hoefden ze niet voor te betalen. Hè? Man... Ja, behalve een kind als ook een hond. Ik zei, nou, die mogen ook mee. Ik zei, alleen, jij zorgt voor je kind en jij zorgt voor je hond. Het is geen oppasservers of uitlaatservice. Zij had geen baan. Dus, ja, en ik, nou, ik werkte niet heel veel meer. Ik zat ook voornamelijk te zuipen en te blowen. Maar, maar dan nog, bij mij kon de telefoon overgaan. En ik was toch verantwoordelijk voor een aantal machines die draaiden met mijn software door Ik heb mijn werk. Ik ben niet van de oppasservice. En wat flikt ze me dan? Door, uh, was het, het kind had ze op bed gelegd. En uh, kom dan komt ze even langs mij en zegt ze... Nou, ik ga nog even de deur uit. En het was al negen uur s avonds. Ik zeg, ik, zeg ze, uh, ik kende inmiddels haar een beetje. Ik zeg, je, je bent toch wel thuis voordat je kind wakker wordt, hè? Dat is voor morgen acht uur. Uh, graag weer thuis. Hier, dat is bij mij, hè? Ja, zei ze, natuurlijk. Dat doe ik heus wel, hoor. Ja, de volgende ochtend om uh, kwart over acht, uh, een klein kind van vier. Die aan mij vraagt, uh, waar is mama? Ik zeg, nou, die is gisteravond de deur uitgegaan. Geen flauw idee waar ze zit. En hij vertelde mij vervolgens uh, dat hij honger had. Ik zeg, ja, dat snap ik. Kom maar even mee naar de keuken. Gaan we kijken wat we hebben. Want ik had helemaal geen ontbijt geregeld voor dat kind. is toch haar kind? Vrouwen. Arm kind. Ja toch? Zelfs ik is zielig. Oh, 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 oh. En ik heb een leuke dag gehoord hoor, met, met het jongske. Zo. Ik bedoel, het was de afspraak niet hè, dat ik dat zomaar in mijn schoenen geschoven zou krijgen. Maar als het dan gebeurt, ja, daar hoeft dat kind niet te dupe van te zijn. En dan maak ik er ook een leuke dag van. Ja. En gelukkig belden er helemaal geen klanten, dus dan mooi zo. En dan met dat jongetje oh, zijn we leuke dingen gaan doen. <laughs> ik heb best een leuke dag gehad. En het jongetje ook. En dan kon ik toch, en dat vond ik toch wel leuk, een beetje de vader uithangen voor een zoon. Hè. Want ik heb dat ook gedaan voor een meisje, voor mijn eigen kind. Maar ja, dat is toch een meisje. Ja. Met een jongen is dat weer anders. En een slimmerik jongen. Vier was hij. We moesten naar de supermarkt. En dan had ik gepland om die andere supermarkt te pakken. Wat verder weg lag. En ik, nou, daar hebben we even een wandelingetje ook. Hè? Want ik heb ook een supermarkt hier aan de andere kant van het plein. maar ik kom, maken een leuke wandeling van. Gaan we lekker door de binnenstad uh, hobbelen. Want daar was ik vergeten om te pinnen. Nou, kan je bij die supermarkt ook pinnen. Maar ik heb dan het liefste uh, voor de zekerheid ook cash bij me. Hè? En trouwens, hij wilde ook nog een AC. Dus, uh... En toen zei ik tegen hem: Ja, shit, ik ben vergeten te pinnen. Waarop hij zei, oh, maar als je hier naar links gaat, daar kan je pinnen. Daar zit een pinautomaat. Daar gaat mama ook wel eens naartoe. Dat ik wel verhip, dat kindje hebt gelijk. is goed ingezien, jochie. Nou, dat was een hele leuke dag. En die moeder, die kwam s'avonds om tien uur thuis. Ja. Hallo. Dat noemt zich dan moeder. Laat zomaar de kind alleen. Nou is dat kind bij mij in goede handen. Het kind heeft een hele leuke dag gehad. We hebben lekker computerspelletjes gespeeld met z'n tweeën. En hij heeft filmpjes gekeken en dan leuke filmpjes. Hè? The White Cowboy. Een ontzettend leuke serie. Cartoon is dat. Tekenfilm. En dan Nederlands gesproken. De ja, White Cowboy, dan denk je, oei, dat is Engels. Ja, dat is ineens Nederlands. Hele leuke thema's. En dan wilde hij altijd weer dezelfde kijken, ja, dat wist ik al. Zo zijn kinderen, hè? dan hebben ze één filmpje gezien en willen ze hem nog een keer zien. En dan zeg je dan als volwassene, ja, maar die heb je al gezien. Ja, precies, ik wil hem nog een keer zien. Want dan weet ik precies wat er gebeurt. <laughs> ja hadden het kind de koptelefoon op en die zat hem op mijn schoot en ik lekker, ja. Hij hield hem weliswaar niet van sigarettenrook, maar nou ja. Ik lekker roken. Wel een deurtje open, van die balkondeur open. Ik heb die jongen niet uh, vergiftigd of zo. Ik heb ook een leuke dag gehad hoor. Maar dat doet zo'n vrouw dan even, hè? Ja en dat flikte ze ook met de hond en dan ook nog een keer dat, ze dus, dat ik die hond uh, had dus dat was ergens anders met de kind en ik had die hond en dan de riem niet uh, ja die kon ik dus niet vinden maar je mag hier in Arnhem niet uh, ja, je hond zonder riem laten lopen Well, die hond luisterde heel goed naar mij hoor. Dus Ik had best zonder riem naar buiten gedurfd, maar het mag niet. Ja, wat moet ik dan? Dat beest moet schijten. Of poepen. Dan nou, heb ik maar een riem van mezelf gepakt. Zo'n broekriem. En daar iets creatiefs mee gedaan. Nou, die hond die snapte het wel van. Oh, we gaan fijne buiten. Oh, we gaan fijne buiten. Oeh, ja, hij moest nodig schijten, man. Ja, lieve hond. Pitbull terrier, Lieve honden zijn dat. Hè? Een reu was dat ook nog. Hij was fijn. Ja, ik maak er dan wel wat van. Ik ga wel een lekker eindwandelen met die hond. Ach, man, dat is natuurlijk leuk. Maar het was de afspraak niet. En dan het wel gewoon doen, terwijl ze wist dat het de afspraak was. Hè. Typisch vrouwen. echt Typisch vrouwen, man. Ai, 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 ai. En mijn dochter heeft die trekjes ook, hoor. Dan maak ik met haar een afspraak. En dan... Uh, not, hè. Dan moet ik weer achteraan bellen. En dan ding-dong... Dingen dong every hour, if you pick a flower. Ik tegen haar zeg, hé, hey, we hadden dat afgesproken, weet je nog? Oh ja. Maar goed, dat is nog je kind. Die heb ik nog niet opgegeven. En komend weekend zou ze dan weer bij mij zijn. Dan gaan we samen eten. Dan kijk ik of ik nog wat kan doen aan de opvoeding van haar. Nog een beetje verstand in kan douwen. Want het moet wel gebeuren met vrouwen. Om hem even te laten rijmen. Zonder te willen slijmen. Want het kan niet, dames, wat jullie doen. En dit ligt niet aan mij, namelijk. Je kan zeggen: die vrouw die ik in huis heb gehaald. die ben ik tegengekomen in het café. En alle vrouwen die naar het café gaan. die deugen niet. Zou je kunnen zeggen. Maar mijn stiefzus, mijn moeder heeft een nieuwe man en die man die, heeft, die had twee dochters, eentje is overleden, heel erg, heel ja, heel zielig. Maar die andere die heeft hem nog, maar die, die is natuurlijk zo stront eigenwijs. En haar oudste kind die heeft een leesachterstand. Nou, en toen was ik een keer bij haar thuis. Zij is netjes getrouwd, ze heeft een man. Ja, die man is meer, ja, die is makelaar en zo'n geldverdiener en zo'n halve positiviteitsguru. En heel erg bezig met sport en zo. Maar niet zo intellectueel. Wel een aardige vent hoor. Maar ja, ja, die weet alles van voetbal en... Uh, ja, en die transfer van Ajax naar PSV van, uh, van de bovenbrink, ja, dat is dan toch wel, gaat er wel inmiddels om 3 miljoen, hè? ja. En trouwens, als ze in de komende competitie gelijk spelen tegen FC hoor, dan, uh, ja, dan staan ze toch weer bovenaan in de uh, ja. Ja, zei die ander. Maar tenzij uh, PSV uh, gelijk speelt tegen Ajax. Want uh, ja, dan verandert de hele boel in de competitie, en dan staan ze niet meer bovenaan. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Kortom, niet zo intellectueel. Wel een rijke man, makelaar, geen slecht beroep. Maar weinig taalontwikkeling doorgegeven aan zijn kinderen. En een jongetje heeft er last van. Nou heb ik hier in huis boekjes liggen van de chameleon. Perfect goed Nederlands, geweldig. En het fijne is, in die boekjes. Alleen maar leuke dingen. En ze zijn voor een jongetje van, nou voor kinderen moet je zeggen. van een jaartje of 10, 11, 12. zijn ze hartstikke leuk. Hè? Uh, ja, spannend tussen aanhalingstekens. Want ja, je bent heel erg benieuwd hoe het af gaat lopen. Maar er gebeuren geen rampen. En er is altijd wel een dief of een boef of whatever. En uh, ja, die wordt dan gevangen of zo. Hè? Altijd gerechtigheid, spanning, en dan zit het tegen. En uiteindelijk, dan komt alles goed. En in het volgende boekje begint alles weer overnieuw. Is een flat character uh, romans. Dat vind ik erg belangrijk naar kinderen toe. Lekker rustig zo. En dan had ik haar getipt. Ik zei, nou, ik, ik heb hier de boekjes liggen, maar mijn kind die was inmiddels de voorleesleeftijd voorbij. En tegen die moeder gezegd, van, nou, ik heb hier nog, ik heb wel zes heb ik er nog liggen. Ik, zei, ik die, die kan ik zo aan je opsturen. Het, niet alle zes, maar dan krijg je er één of twee. En die moeder zo, heel, heel, eigen... Even heel eigenwijs. Nee, dit is oude wits. Dan denk ik, nee, stomme trien van een vrouw. Het is keurig Nederlands. Het is heel begrijpelijk Nederlands. Mooie, korte zinnen. Ja, ik heb verstand van taal. En die boekjes die ik bij haar zag liggen. Uh, dat was uh, dat was uh, eelk. Over duivels en duiveltjes en uh, vampieren. En, en ga toch weg, man. Wat moet een kind nou met een boek van een vampier? Gewoon de chameleon. Elke roman begint als net de laatste schooldag is geweest. En dan hebben we de hele zomervakantie lang... Ons druk te maken over wat we nu weer gaan doen met onze vrije tijd. We krijgen van vader altijd zo'n zo kanister, een jerrycan met benzine. En dan doen we dat hup in de, in de chameleon, want zo heet die boten. En dan gaan we over het grote meer. Altijd wat te beleven. En dan komt er een vriendje, die komt uit de stad. En die, kan dat, die gaat dat logeren bij zijn oom en tante of zo. En die doet dan ook altijd mee. Maar ja, die komt wel uit de grote stad. En dan Sietse en Hielke. Nee, Sietse en Hielke. Ja, die weten natuurlijk alles van het platteland. Hè. Heel informatieve boekjes ook nog hoor, over hoe het leven toen was. En in de jaren zeventig was dat al niet meer zo natuurlijk. Het verhaalt over de tijden van ja, zeg maar na de oorlog, jaren vijftig of zo. De tijden waarin alles heel erg goed ging in Nederland. Een en al harmonie. Nee, dat hield die moeder even tegen. Nee, de kind zou eens kunnen leren lezen. Ja. Had die moeder binnen één seconde door, hè? Oh nee, de chameleon, oh die oude, oh nee, die, die is te oud, nee die is te oud. Nee, dat hoeft niet hoor. Maar uh, dankjewel voor het aanbod. Nee, ging ze maar lekker doorlezen met uh, die moderne kinderpulp. Waar dat kind helemaal niks aan heeft. En ik zag ook die dvd's liggen met die kinderfilms. En, ah, er daar zat niet de white cowboy bij natuurlijk. Nee, van die Disney-achtige meuk. Ik denk dat die moeder daar ook maar een jota verstand van heeft. Van wat ze haar eigen bloedeigen eigen kind voorschotelt. Nee, natuurlijk niet. En luisteren naar een man, in mijn geval naar mij, nou, helemaal niet. Want ook die man van haar, die had een camper gescoord. Nou, dat ding is best duur. En dan kan je wel heerlijk op je vakantie natuurlijk. Je lekker zelfstandig. En dan rij je, van, ja, je moet wel van een camping naar een camping rijden om de accu op te laden. En dat is ook het ene. En water. Je moet water erbij hebben en je moet accu opladen. Maar voor de rest ben je zo vrij als wat. Hè? Ja, dat vond ik toch wel leuk van die kerel dat hij dat geregeld heeft. Dat kan je heerlijk op vakantie. Overal oh, naartoe. En zei dan van, nou, en dan wil ik een espresso-apparaat. En nou, die man had gezegd van, nou, dat kan niet. Ja, en die vrouw zo, hmm, maar ik wil het wel. Ik, ik wil wel een espresso-apparaat in de camper. En dan had ik een verjaardag. En zij was er ook. Niet dat ik jarig was, maar was op een verjaardag. En zij zo tegen mij, en de man was er ook bij, hè. Perry, jij weet dat wel. Uh, we hebben een camper gekocht. Ja, die had haar man dus gekocht. Uh, we hebben een camper gekocht. En uh, ik wil graag een uh, espressoapparaat. En wat denk jij? Kan dat? Ik zei: van ja. Uh, 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 hoeveel watt is een espressoapparaat? Oh, zei ze: dat weet ik niet. Ik zei: oh. Ik zei: nou uh, ja. En toen nam ik aan: uh, 600 watt. En een wasmachine is 600 watt, dat weet ik dan. Dus ik ging uit van 600 watt. Ik zei ja, en, en hoeveel ampère kan je trekken als je op de camping staat? Nou, dat wisten ze wel: 6 ampère. Nou, dat is dus minder dan in een gewone huishouding. En in een huishouding heb je drie groepen van 10 ampère elk. Nou, en op een camping heb je dus één stopcontact waar je kan, uh, van elektriciteit van kan krijgen. En dat is dan 6 ampère, vertelde zij. Nou, zei ik tegen haar ja, 6 ampère, dat is dus uh, 6 keer 220. Dat is uh, 1200 watt. 1200, 1300 watt. Kan je trekken uit zo'n stopcontact op de camping. Nou, ervan uitgaande dat je espressoapparaat 600 watt is, dan ja, moet dat makkelijk kunnen. Dan ja, heb je nog de helft van je wattage, vermogen, ruimte heb je nog over. Ja. En zij zo heel triomfantelijk kijken van, oh, nou. En dan aan de man zo, hè? nou, zie je hem wel? Perry zegt dat, dat je kan. Ja, ze vraagt het aan Perry, terwijl ze dus niet weet hoeveel wat een espressoapparaat is. Dus ik één keer gekomen, een paar dagen daarna, dacht ik van, kom, ik ga toch even checken, hè. En even op Google, euh, espressoapparaten, dingen kopen of zo, hè. En dan zie je wat voorbeelden van die espressoapparaten en dan staat er het wattage bij. Ja, die dingen beginnen bij 1200 watt. Ja, dat kan het dus niet. Want als je dan op de camping staat, dan trek je in je espresso espressoapparaat, apparaat trekt al 6 ampère. Ja, en de rest dan. En als je dan zo onhandig bent dat je de espressoapparaat op het knopje gedrukt hebt, terwijl je ook nog twee lampen had branden. Ja, dan knalt de, de automatische zekering knalt eruit. En paf, dan heb je helemaal niks meer. Dan kan je naar de campingbaas stappen en zeggen: ik ben een beetje dom geweest. Ik heb, uh, ja, heb even te veel ampères gedroegen. Uh, mag je de, wil je de schakelaar weer even omhalen? Ja, dat doe je drie keer en dan nooit meer. Hé? We denken die vrouwen wel niet. En die man van haar had dat natuurlijk al lang uitgezocht. Die had waarschijnlijk, waarschijnlijk dat die man die, die rekensom niet kan maken. Maar die had waarschijnlijk aan een vriend van hem gevraagd: nou, Mijn vrouw wil een espresso-apparaat in de camper. En kan dat? En had die vriend waarschijnlijk gezegd: Nou, dat kan helemaal niet. Dan had hij dat tegen zijn vrouw gezegd: Nou, dat is allemaal hartstikke leuk een camper, maar geen espresso-apparaat. Dat zit er niet in. Dat kan niet. En die dingen werken op Elektra. punt En die trekken dus 6 ampère minimaal. Weliswaar maar eventjes, maar dan nog. Zo'n vrouw luistert helemaal niet naar de man. Luistert ook niet naar mij. Wat denken jullie vrouwen nou? Je bent een hartstikke oncollegiaal, punt één. En je luistert niet naar je man. Of naar mannen in het algemeen. Ja, je zal er maar mee getrouwd zijn. Met zo'n creatuur. En de rest van je leven heb je dat dan. Dan word er helemaal gek van als man. Toen ik die, uh, die scheiding in mijn nek had gekregen... Nou, ik heb een heel leuk flatje gekregen. Na een half jaar moest ik wachten. Verschrikkelijk. Terwijl die verhalen die ik gehoord heb van vrouwen. die, uh, die krijgen gelijk urgentieverklaring. lalalala. En uh, oh, nee, oh nee. Nee, ik kon een half jaar lang op de bank slapen natuurlijk. Ja, dan kreeg ik uiteindelijk een leuk fletje. Dan maar mijn kind. En, en, en toen kwam ik een andere vrouw tegen. En die was. oh, die kende ik trouwens al. Uit het café. En die was inmiddels ook gescheiden. Nou, ik was toen een jaar lang uit huis uit. En je kan zeggen, ik was over de scheiding heen. Hè? Want in het begin heb je nog iets als, noem het maar, rouw of zo. Hè? Ik was die rouw voorbij. Nou, zij had een dochter, iets ouder dan die van mij. En ik dacht van, nou, dat. Ja, eigenlijk past dat wel, hè? Want ik ben dan een man alleen met een kind. Nou, niet elke dag had ik dat kind niet over de vloer, maar dan toch regelmatig. Hè? En zij is dan een vrouw alleen, maar ook een kind. En die kinderen zijn ongeveer even oud. Dus uh, het past wel leuk, of niet? En toen kreeg ik met haar, noem het maar, een scharrel, hè? En zij ging een beslag leggen op mij: van oh, je hebt toch een auto en dan kan je dan dit en dat, en zus en zo. En dan met haar in de auto naar Arnhem Zuid, want ze had allemaal spullen nodig voor de nieuwe woning. En allemaal meegeholpen, langskomen met de boormachine, langskomen. Je kent het allemaal wel. Hè? Nou, die flat van haar, uh, niet helemaal, ik heb niet alles hoeven doen, maar toch wel etterlijke uren bezig geweest met de ingewikkelde klusjes. Nou, haar een beetje op weg geholpen met die woning. Ook nog in de kamer van de dochter van alles geregeld. En toen waren we vier maanden onderweg. Als stelletje, zullen we zeggen. Hè? En dan op een dag kreeg ik van haar een e-mail of zo. Waarin ze het uitmaakte. Want ze had een man gevonden. En die paste veel beter bij haar. En dan denk ik, ja. Maar wacht nou eens even. Het ging mij niet om een scharreltje als een verliefde braadkip. Het ging mij erom dat ik een man alleen was met een dochter, en zij is een vrouw alleen met een kind, ook een meisje. En dat als wij de koppen bij elkaar steken, dat wij samen kunnen zorgen voor onze kinderen. Dat wij de zorg gaan delen. Ik zorg voor de mannelijke bijdrage en zij zorgt voor de vrouwelijke bijdrage. Ik zorg voor al die ingewikkelde dingen met een boormachine en een waterpas en noem het maar op. Even bellen met, uh, met wat vriendjes en collega's die allemaal wat slimme dingen weten. Ik krijg alles van elkaar. En zij kan mooi die vrouwelijke kant doen. Want ze kan verhipte goed koken, moet ik zeggen. Echt lekker koken. Ze komt uit voormalig Joegoslavië. De moeder is Italiaans. Nou, uh, die kan koken hoor. de heerlijkste dingen gegeten daar. En hij heeft een koelkastjongen en die puilt helemaal uit. En uh, die koopt de allergoedkoopste dingen bij de Turk en dat bij de Macro. En uh, die scharrelt al die winkeltjes af hier in Arnhem. Ik denk, nou dat is een leuke vrouwelijke energie om te combineren. Hè? Daar ging het mij om. En zij zei zo, ik heb een andere man gevonden. En wat was het dan voor ventje? Ja, dat is uh, ja, wel een aardige vent, maar een, een vent zonder kinderen. Ja, en, en, en ook iemand. Ja, daar heeft haar dochter helemaal niks aan. Dat wil ik maar zeggen. Hij kan mooi orgel spelen, Hij is een beroepsorganist. En, hij kan baggen. Ja, heel respectvol. Maar. Ben ik nou hem? Ik ken hem wel. Ja. Nou, dat duurde een tijdje. Toen was dat ook weer uit. Jeetje, ben ik je nou mee bezig, meid? Nou, toen begon ze weer met mij uh, aan te dingen. Zeven. Ja, nou, je ziet zo in die... Nou, ik ben niet haatdragend of zo. Maar toen dacht ik wel van... Ja, we laten dat hele romantische gedoe maar even zitten. En... We gaan uh, gewoon als kennissen vrienden, gaan we verder door het leven. Is ergens in en was dat dan, ja, zo in 2012 of zo kregen we weer wat contact. En toen gebeurde vervolgens uh, weer idioterie van haar kant. Dan je nou uh, weer even helemaal niks hoor. Niet meer gebeld en zo. Toen kregen we weer contact. En toen belandde de dochter, die was dan inmiddels in de jeugdgevangenis beland. of was een inrichting. Nou, dat was niet gebeurd. Hè? Als, als die moeder. als zij toen. in de winter van 2010, 2011, dus vlak na de scheiding. als ze toen op een volwassen manier omgegaan was met mij. Dan hadden wij samen de zorg op ons genomen. voor onze beide kinderen. Als een soort namaak, papa en mama. Het ja, blijft namaak natuurlijk. Maar het is altijd nog beter dan niks. Dan was die dochter niet ontaard. Maar goed, dat heeft die vrouw dus niet gedaan. Ze heeft mij gedumpt voor die, uh, die beroepsorganist. En uh, blablabla. En... Ja, en dan belandt de dochter in de jeugdinrichting. En. Uh... Toen heb ik die moeder nog een aantal keren op zondag daar naartoe gebracht. En dan moest ik tweeënhalf uur wachten in de auto, totdat ze uitgekletst was met haar kind. Het bezoekuur voorbij was en dan weer terugrijden naar Arnhem. En dat heb ik gewoon etterlijke keren gedaan. En een dankjewel of waardering? Nou, Laat me zitten. Joh. Helemaal niks. En toen kregen we een of ander akkefietje, dat ze heel emotioneel werd en ik werd uitgescholden. Dat dacht ik, ja nou is het mooi geweest. Zo dus nu bekijk je het mooi. En dat was de derde keer. Of de tweede keer. Ja, en inmiddels is het zover, de laatste keer dat ze mij belde. Ik heb de telefoonnummers, die zitten bij mij in het telefoongeheugen. zeg dus van mijn vaste nummer en van mijn mobiele nummer. Uh, ja, ik zag dat zij het was, uh, ja, ik heb het niet opgenomen. Ze had op mijn voicemail iets ingesproken, er was een of ander ja, lulkoek smoesje, ze wilde weer contact, want de... ik moest iets uitleggen of zo Want ik had er zoveel verstand van, ja, bekijk het maar meisje. Oh, geen zin in. Ik had er ook nog aangeboden. Wat vond ik ook zo stom, hè? Zij heeft een balkonnetje. En dat is op het, uh, richting het zuidoosten. En zij vangt keiveel veel zon. Omdat ze op de derde of vierde verdieping zit. Er zit nog één woonlaag boven haar. Maar daar heeft ze niet of nauwelijks last van qua schaduwen. Nou, dus die ochtendzon, ik heb dat bij haar dus gezien. Ze zei vanaf in de zomer, vanaf uh, half zes, vijf uur half zes of zo, wanneer, komt de zon, uh, wanneer gaat de zon op, dan schijnt die bij haar op het balkon. Hè? En ik zei tegen haar van, nou, wat jij kan doen, is niet eens zo lang geleden dat het was. Ik zei, wat jij kan doen, is dat je op jouw balkon een uh, aantal potten uh, neerzet. Ah, lekker tomaten, paprika, peper. Zeg het maar. Als je zoveel zon hebt, dat groeit tegen de klippen op, joh. Het enige wat je nodig hebt, is er iets van beschutting. Dat je... De plantjes houden niet van wind, namelijk. En wind heb je. Af en toe heb je een onweersbui of zo, ook in de zomer. Dat was helaas ook in Arnhem. Hard waaien, jongen. Er zijn allemaal bomen omgevallen. Ja, je zal maar zo'n balkonnetje hebben met leuke tomatenplanten en alles. Ja, daar ligt alles tegen de vlakte aan. Ik zeg, dus dan moet er even... Maar dat maak ik wel. Ja. Dus een beetje, moet je wat hout hebben? Nou, dan ben ik even met Wim Kruidertuin. Die heeft wel wat latten liggen. Nou, je wat latten. Dan moet je wat montagemateriaal hebben. En binnen no time heb je er iets gemaakt wat dan... Ja, dat gaat dan door voor een kas... Heb ik zo van elkaar. En dan moet je nog wat folie hebben. Gaan we niet werken met glas of zo. Gewoon plastic folie. Had ik ook al uitgeknobbeld. Kost geen. Ja, die kost wel wat. Maar mijn investering. Want ik zou dat hout wel betalen en alles. En mijn deal was van. Ik zorg ervoor dat die, die, die potten er komen. Want zij heeft nee, bijna geen geld. Ze heeft geen baan, ze heeft een uitkering. Ik zei: ik betaal die potten wel. Ik betaal het raamwerk wel. Ik betaal die folie wel. En wat jij moet doen, is je moet eens per dag die planten verzorgen. Dus s'avonds een beetje water geven in de zomer. En voor de rest, in het voorjaar of zo, kan je het ook overdag water geven. Maar als het echt heel warm weer wordt, kan je het beter s'avonds dan. Hè? Ook een beetje sproeien, vinden planten ook lekker. Hè? En de opbrengst, die delen we dan. Dus een lekker man, en lekker kruiden, dus zeg maar wat je wil. Ja, dan kreeg ze dus op een, op een dag. was weer zo'n emotionele aanval. En schelden en toestanden. Uh, en jij mij aan het werk zet voor. Uh, weet ik veel wat? Ze kan niet zo goed Nederlands. Alsof ze mijn slaafje was. Dat was het er helemaal niet. Ik zou het betalen, ik zou het allemaal monteren, ik zou zorgen voor die potten, uh, en voor de aarde en alles, en voor de zaden. En de zaden had ik al voor een deelbaar bezorgd. Ja, en dan krijg je zo'n emotionele bui en dan uh, ga je de kont tegen de krip aan. En dan denk ik, ja, laat hem maar zitten. Dan doen we het niet. Maar dan ook verder helemaal niks meer, want dan heb ik er ook geen zin meer in. Want ik was er al mee bezig geweest. Hoe je, dat zo, hoe je zoiets in elkaar stampt. Op een beetje handige manier. Want ja, ook iets wat ik aan kan. Je had er geen bouwbedrijf bij of zo. En het moet wel een beetje stevig zijn. Maar het kon allemaal wel. Maar dan moeten die vrouwen wel meewerken. En als zij meegewerkt had. Had punt 1, had dat dochter niet in de jeugdinrichting gezeten. Dat geef ik je op een briefje. Dat kind is losgeslagen. Dat kind had een beetje warmte en liefde van huis uit mee moeten krijgen. O, waarom gaat dat meisje haar dochter om met die low lives? Ja, er had een man in het huis moeten zijn. Ik in dit geval. Om die moeder een beetje in toom te houden. En punt twee, lekker het balkonnetje, daar maken we één grote moesentuin, balkon, toestand van. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En nog een, een druif had je daar kunnen laten groeien. Dat is lekker man, heel lekker druiven in de zomer. Homo. Ja, tegen haar dan, hè? niet tegen jou. Oh, niet alleen in de zomer, nee, in, in, in het najaar. Sinds, hier is het druivenpluk? September, oktober. Ja, en als die vrouwen dan niet luisteren, ja, dan gebeurt er helemaal niks. Punt. En dat is jullie probleem, dames. En dan weet ik wel dat de mannen zijn, die zijn niet zo slim als ik. En die bestaan ook. Maar niet alle mannen zijn zo. En er zijn mannen die zijn voldoende slim en daar moet je naar luisteren. En zo niet, ja. ja, bekijk het dan maar. Maar ik ga niet meer met jullie om. Je luistert toch niet naar mij? Zo. Ik ga Mira ga ik binnenkort weer even bellen of via Skype. Of ze weer goesting heeft, zin heeft om weer even een leuke uitzending te maken. We krijgen toch meestal wel zo'n twintig nou, zo uh, luisteraars. Ze zegt altijd wel wat leuks. En we kunnen heerlijk klessenbessen. Ja. Dan pakken we weer wat actueels erbij. Ja. Zij is Joods. <laughs> en pro-Trump. <laughs> en ik ben christen. Ja, zei Mira. Maar de christenen zijn toch boos op de Joden. Omdat die Joden Christus hebben gekruisigd. Ik zeg tegen haar. Nee joh, dat zijn de katholieken. Oh, is, is dat wat anders dan christendom? Zie ja. je, de katholieken, dat zijn heidenen. Ja. Met de paus en zo. Ja, maar ik ben christen. Ja. En voor ons uh, telt dat het christendom, ja, dat is begonnen in Jeruzalem. De eerste christenen, ja, behalve dan uh, Saulus, die later Paulus ging heten, maar de eerste christenen waren allemaal joden. Ja, dat weten veel mensen niet. Maar het vroege christendom, een gigantische tijd hoor. Heel spiritueel. Zo. Moet dat geweest zijn, ja, ik ben er niet bij geweest, maar. Daar heb je het over hè? het begin van onze jaartelling? Zo. Als Christus was uh, gehemelvaard. En toen begon het grote gesodemieter. Hè? In de positieve zin dan, hè? Waar het boek Handelingen de draad oppikt. Men, wat een tijd was dat. En die Romeinen, dat is de metastase van Babylon. De volgende fase van Babylon, zullen we zeggen. Babylon weet je wel, met die hangende tuinen. Met Hammurabi en. Al die oorlogen en al dat afgoderij gebeuren. En... Nee, in de stad Babylon wilde jij geen burger zijn. Dat kan ik je wel vertellen. Als je wil weten hoe Babylon eruit zag... dan moet je kijken naar die film van Mel Gibson. Apocalypto. Dat speelt zich dan af in Zuid-Amerika... Maar de samenleving waar die slaven naartoe worden afgevoerd, die samenleving, dat, was, uh, dat is Babylon. Ze best goed verwoord. Mel Gibson heeft dan de boel afgedaan alsof het dan niet om Babylon gaat. Dat is dan de truc natuurlijk die ze uitvreten. En ik zeg je dat dat Babylon is. <laughs> Dan weet jij wat Babylon is en Babylon is niet leuk. Heeft het ook nooit willen zijn. En Rome, die werden helemaal knetter van het uh, vroege christendom. Toen hebben ze het maar overgenomen. De beste manier om om te gaan met de oppositie is om leiding te geven aan de oppositie. Uitspraak van Lenin ofzo die rust van de communistische toestanden. Nou met Mira, daar ga ik nog mee om. Maar dan moet ik zeggen, dat is ook zuiver een relatie waarin wij samen dingen doen. En zij luistert naar mij. Als ik wat zeg, dan luistert ze naar mij. En als zij wat zegt, dan luister ik naar haar. Dat is over en weer. En voor de rest hebben we niks met elkaar. Behalve dat ik haar een warm hart toedraag en zij mij ook. Nou, ja, dat is dan mooi. Maar het is een schrale oogst na 60 jaar. Vind je niet? Hè? Om mijn moeder zal ik binnenkort moeten bellen. Het is een verplichting, doe ik dat dan. En dan, ja, dan zien we wel weer. Hè. Maar heb ik daar zin in? Nee, helemaal niet. Waarom zou ik daar zin in hebben? Ja. Ik was bij mijn moeder. En mijn moeder begon over transgenders. Dat dat zo geweldig is. En. Nou, dan heb ik alle respect voor wat mijn moeder vindt. Maar ik vind transgender toestanden helemaal niet geweldig. En ik geef een reactie. En mijn moeder krijgt in de gaten dat ik het transgenderschap uh, niet zo geweldig vind. En dan gaat ze dwars door me heen praten. Zo van, uh, ja, ik heb hier een mening. Het is mijn huis. En in mijn huis is het mijn mening waar we allemaal het mee eens zijn. En jij hebt een andere mening, Perry. Dus nu hou jij je mond. Ja, als mijn moeder er zo over denkt, dan denk ik van, nou, weet je wat, dan... Uh, ja, en wil ik nog wel in je huis komen? Daar niet van, als het dan moet of zo, hè? En dan mag mijn moeder lekker zeggen wat zij allemaal vindt. En dan kijk ik op de klok, de godganse tijd. En als het dan voor mij... Dan denk ik van, nou, ik ben nou een uur geweest. Dat is lang genoeg. En dan ga ik afscheid nemen van deze en gene. En dan stap ik lekker in de auto en dan ga ik naar huis. En dan ben ik met mijn moeder langs geweest. Ja, als je het zo wil, jullie vrouwen. Dan krijg je het toch zo... Ja. Maar als je niet kan accepteren dat er mensen zijn met een andere mening dan jij, dan ja, moet je niet verwachten dat je dan een ja, dat je het gezelliger maakt of zo. Er was nou laatst, was mijn moeder was bij mij op bezoek. Dat ook al jaren terug hoor. Was ze bij mij op bezoek en. Eh, uh, er was met kerst en ik had een kerstboompje gekocht. En dat was een klein. Nou, je mag geen vieze woorden zeggen, maar zo'n klein uh, KUT-boompje. Kostte 16 euro. Nou, de euro is hier naar binnen geschoven al ter waarde van 2,3 gulden. Als ik me goed herinner. Een dik 2 gulden. Hè? Kortom, er was dus een kerstboom van 35 gulden. Nou, in de tijd dat ik nog kerstbomen kocht voor een guldenprijs, had je voor 35 gulden een joekel hoger dan mijn eigen. Dit was een klein uh, mini baampje. Nou was dat boompje groot genoeg. Ik wilde ook geen grote boom, ik wilde alleen maar een boompje om mijn dochter... Uh. Ja, voor mij hoefde het hele kerstgebeuren niet, het is een heidense toestanden. Zo. Maar hij was een kind en uh, ja, de scheiding was al geweest en je wil toch een beetje gezellig maken of zo. Hè. En ik begin er dus over. ja, dus, uh, er zat even in een boom van, uh, van 35 gulden. En mijn moeder zo, oh nou, uh, we, we rekenen tegenwoordig in euro's. En ik zeg, ja, maar een euro is afgerekend uh, uh, tegen twee, dik twee gulden. Dat ding kost 16 uh, euro. Dus is dat 35 gulden. En mijn moeder kijkt me zo aan. En ze zegt zo tegen mij met een hele gemeene stem... Wil jij soms beweren dat ik dom ben? Nee, dat beweer ik helemaal niet. Ik beweer dat die boom 35 gulden kostte. Dat heb ik ervoor betaald. En bij 16 euro denk je, omdat je denkt, nou 16, vroeger was een boom ook iets van 16. Ja, een kerstboom kost je inderdaad iets van een tientje. In guldens. Dus in euro's uitgedrukt 4 euro. En niet 16 euro. Nee, je vond het God geklaagd. Ik ben een hartstikke duur voor zo'n boompie. Wat is dat nou? Dan mag ik toch zeggen, ik zat ik niet te, te zeuren of zo. Ik was alleen maar stom verbaasd. Door die 16 euro. Over, ja, ik heb daarna ook nooit meer een kerstboom aangeschaft. En bij een recente opruiming heb ik al mijn kerstspullen die ik had. die zijn lekker naar de Vaandersman gegaan. We kieken het morgen. Met de kerstballen en je kerst. de slingers en. en de kerstverlichting. Laat maar zitten, man. Dus voor mij hoeven het niet meer hoor. Het was niet in die zin Zeuren. maar het was wel even iets om bij stil te staan. dat zo'n zo heel klein stukje boom. Daar 35 gulden voor betaald. En dat mag ik zeggen in mijn eigen huis, dacht ik. Iets of iemand zit geld weg te zuigen uit de Nederlandse samenleving. En bijvoorbeeld een homohuwelijk, dat vind ik helemaal nergens op slaan. Kan mijn moeder dat geweldig vinden, maar ik vind het nergens op slaan. En twee homo's die samen gaan zorgen voor een geadopteerd kind, dat vind ik walgelijk. Als mijn moeder dat fantastisch vindt, dan moet zij dat vinden, dat is haar mening. Maar ik vind het wel geluk. En dat kan ik onderbouwen ook. Het is dus niet de manier om om te gaan met uh, kinderen die uh, geadopteerd moeten worden. Die hebben het toch al zo slecht. Die hebben toch al een soort van achterstand. En geef die kinderen een fatsoenlijk gezin. Met een papa en een mama die zielsveel van elkaar houden. In plaats van een uh, weet je, vent hier die. Paul de Leo met zijn reetridder vriendje, die twee negroïde mensen adopteren hebben, geadopteerd hebben, vanuit Afrika. Die, die jongetjes die hebben, ja inmiddels zijn ze natuurlijk ook al volwassen, maar ze hebben punt 1 dan een, een cultuurachterstand, een taalachterstand. Uh, ze zijn van een heel ander ras en dan krijgen ze ook nog twee reetridders als papa en mama. Een kindermishandeling vind ik dat. Ik vind het heel zielig voor die kinderen. Dat is mijn mening. Ja, en als mijn moeder daar niet van gediend is, nou, dan praat ik gewoon niet meer met haar. Klaar. Dan zijn we toch to over. Ja, en dan zit mijn moeder dan al even... Je belt helemaal nooit. Ja, dat zal dan wel. Kan ze daar weer boos over gaan lopen doen. Maar het ligt niet aan mij. En ik ben niet boos op haar. Ik, uh, helemaal niet ik ben ook niet boos op mijn zus, maar. maar mijn zus is altijd laken in het pak, die luistert ook niet naar mij. En dan wel een grote mond naar mij toe. Ja. heb ik zin om die mensen te bellen? Nee, natuurlijk niet. Oh, wacht even. Met die vrouw waar ik mee omga. Uh, mijn tante Tilde, daar ga ik nog mee om. En mijn tante Irene ook nog. Dus drie vrouwen, moet ik zeggen. Die twee tantes, die bel ik dan. Dus, uh, ook niet elke week, maar. Die zijn ook uh, geïnteresseerd in wat ik heb meegemaakt. En, uh, ja, die zijn allebei in de zeventig. En die vinden het dan leuk dat hun uh, neef, die dan... <laughs> ja, ik ben een zestig <laughs> gezel, ik ben toch jonger. Weet je? Ah. Ik sta nog volop in het leven. En die, zijn, ja, die beiden zijn al helemaal in de pensioendingensleeftijd. Wat heb je allemaal meegemaakt dan? Ja, dat is wel gezellig en leuk. Oh, dus misschien valt het nog mee. Maar vrouwen van mijn leeftijd. Nee, laat me zitten. Ik heb nog een kennis. Ze is best wel een lief mens. Maar nou, zo gek als een deur. Luistert ook helemaal niet naar mij. En dat was voor mij een leuk, ja, leuk vriendje, zullen maar zeggen. om te gaan suipen en wiet te roken. En dat. Deze zei, dat doet ze nog steeds heel graag. En ja, ik deed dat ook heel graag. Maar ja, inmiddels ben ik daarmee gestopt. Dus ja. Het nee, is dus een beetje qua vrouwen in mijn omgeving. Behalve dus mijn twee tantes, die ik dan drie keer per jaar een keer bel. En dan Mira, die ik dan drie keer per jaar een keer een Skype-gesprek mee heb. Dan is het voor de rest helemaal niks. Uit volle overtuiging. Want ik heb het wel geprobeerd. Zeker weten, maar. Ja, dan niet. En ik ben helemaal geen veel eisen type of zo. Maar ik wil wel dat er respectvol omgegaan wordt met mij. Alsjeblieft, dank u wel. En zit dat er niet in? Ja, laat me zitten dan. Ja, geef mijn portie maar een fikkie. Nou, reuze bedankt naar deze algemene beschouwing over vrouwen. En ik moet er even gaan nadenken over een mooie titel. Iets wat pakkend is. is dus het over vrouwen voor vrouwen. Huh? Hou een beetje rekening met uh, wat jij van het leven verwacht. En hoe je dat invult. En of je, als je daar geen man in wil, ik kan me voorstellen dat je dat helemaal niet wil. Huh? Dat kan toch, dat mag toch. Ja, voor mij hoef je niet met een man om te gaan. Hoor. Maar dan zou ik zeggen, geen kinderen... Of als je weduwe bent, wil Tante Til, uh, die, die is weduwe. En ja, die kinderen zijn de deuren uit en zij heeft iets van een lat relatie. Maar al had ze die niet. Ja, dat is een leuke vent en die bridget ook graag. en uh, Dan gaan ze samen bridgen en uh, zo. Een hele aardige kerel. En mijn tante Irene heeft helemaal geen man en die heeft ook geen kinderen. Nou... Maar heb je kinderen, ja, dan heb je toch een man nodig hoor, voor je kinderen. Als ze nog klein zijn, zeer zeker. En dan een goede kerel. Ja. Misschien dat ik het daarover kan hebben: hoe je een goede kerel selecteert. Ja. Doe ik toch iets positiefs voor vrouwen? Ja? Nou, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. Ben je zelf geen vrouw, maar ken je wel een vrouw? Attendeer haar op deze mooie uitzending. En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.